Hallo YouTube, ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij Prison Escape 2.0, deel 2.0. En jullie hebben als tip gegeven, ergens bij een trap zitten wat kapotte stone bricks die we moeten zoeken. Want we moeten uit deze gevangenis ontsnappen. Want de wachter heeft de deur opengelaten. En wij proberen te ontsnappen. En ergens zit wat blok dat ik mag slopen. Maar waar? En Bram zit trouwens in een doolhof in Schachten. Ik ben gevallen. Oh. Maar heb jij die roos nog? Oh ja, daar was ook iets mee. Mag ik die roos? Dan wil ik dat proberen. Dan wil ik ook proberen. Ik wil erbij zijn. Tjuu. Hier open je hem. Mee beneden en dan doe je daar de roos in. Doet dat nou iets? Zie jij hem nog? Of we doen. Ik heb een gele bloem en die doe ik daarboven weer opnieuw in of zo, weet ik veel. Hoe kom je aan de gele bloem? Het zat in de kist. Welke kist? De Magic Chest. Oké, okay, nou zit er weer een roos in. Dus hij verandert van kleur. Kom, we doen ze er allebei in. Hé, hey, er zijn meerdere Magic Chests, of niet? Twee. Eén boven en één onder. Ik weet alleen niet welke trap er bricks moeten. Gekraakte stone bricks, want alleen die mogen we slopen. Die kan ik niet vinden. Kun jij iets vinden? Bram? Waar? Gekraakte stone bricks. Ja, maar waar? Ligt eraan waar je wilt zoeken. Deur. Niet dan. Kijk jij anders nog eens in de ventilatieschachten of zo? Maar kijk even beneden. Misschien dat daar in de ladders iets zit of zo? Die ventilatieschachten die zijn. Nee, daar vind je niks. Ja, waarschijnlijk zou er wel iets zitten, maar. Ze zijn gewoon heel moeilijk om te vinden. Ja. Het is echt enorm dwaalding daar. Hoe kom je er eigenlijk ook alweer? Ergens in zo'n cel gingen we naar beneden. En toen kwamen we in een doolhof. En via dat doolhof kwamen we ergens anders. Snap je? Ja, nee. Oké, mooi zo. Maar welke cel moeten we in dan? Want ik ga een keer door die ventilatieschacht heen dan. Geen idee welke cel het is. Help mee zoeken, dan gaan we de gevangenis uit. Ja, uitbreken, koekjes stelen. Wat is hier dan? Deze is open, nee deze is het ook niet. Hier is ja. Een tunneltje. En dan kom je bij Bob uit. Wat kun je bij Bob doen? Nou, Bob die... Oh ja, dat is dan een lever naar de kamer hierboven. Ja? Hier, wat zat er in die kamer? Bij Mr. Marty. Die gaat dus naar een kamer waar niks zit, dat lijkt niet logisch. Nee. Misschien zit er iets beters ofzo. Ja, maar er zit niks. Het is gewoon een lever die een deur opent waar niks is. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Maar ja, ik zit in het doolhof. In ja? De ventilatie. Oké. Okay, nou, zoeken. Als je de kamer ziet waar je eten kunt halen, moet je het zeggen. Want daar ga ik dan even doorheen graven. Kijken of we wat nuttigs gaan vinden. Volgens mij zag ik die net. Ach, misschien maar dus deze trap. Zit de etenkamer? Wacht. Nee, is de verkeerde. Zit hier vlakbij. Moet wel hier in de buurt zitten dan. Daar zat de etenkamer. Dan misschien hier. Ik zit in de etenkamer. Ik tp naar jou. Ja, dan.
Mag ik OP? Dat mag je. Dank je. Ah, oh, god, welke kant moeten we nou op? Wacht, ik even kijken wat hier is. Ik ben in de etenkamer. Oh, mooi zo. Dan ga ik verder zoeken in het doolhof, want volgens mij kwamen we via het doolhof in de etenkamer als enige mogelijkheid. Hier zitten trouwens wel levers, maar ik weet niet of die ergens heen gaan. Denk het niet, want die kranen, die had je ergens anders. Ja, die levers gaan ergens heen. Weet je dat? Gokje. Nou, oh, weghakken. Wacht, dat is een commandblok en redstone. Kijk even in dat commandblok dan. Ik weet niet of dit mag. Ik denk het niet. Wat staat er? I wonder if turning the water did anything. We moeten daarheen dus. Kijk! 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 Wow. Vrij! Er is lucht. Nee, hier mogen we niet komen. Kom, ga weer. Ja, vrijheid. Oh. Maar ik heb nu het water aangezet. Dus... misschien... Let's go naar de douches. Laten we naar de douches. Een verdieping lager. Denk ik. Maar de douches stonden al aan. Ja. Maar deze hadden we ook al aangezet. Dit zijn geen douches. Ja, douches. Zoeken. Doorzoek de douches. Oh, ik heb een geheime gang. This looks interesting. Oké, okay, ik ben ergens, ondergrond. Was dit er al? Oh, een ondergronds doolhof. Oh, met God. Water. Hadden we geen... Oh, met een boot gaan we. Ik ga naar rechts. Wat is hier? Ik heb hier iets gevonden. Iemand zei, kant aanhouden, vaak naar links of naar rechts gaan in een doolhof. Ik heb een riool gevonden. Volgens mij zitten we in het riool, hè? Ja, ik dacht al, wat ruik ik? Oh, ik ben het niet af. Hey, kijk, je familie. Nee, joh. Niet echt. Moet ik mijn schoenen vegen voordat ik binnenkom bij jou? Nee. Bij jou loopt het dood, of niet? Ja, bij mij loopt het dood. Bij jou? Nope. Is lopen sneller of tegen de muur? Je bedoelt ook zwemmen? Je. Huh? Een trap. Ja? Een ladder. Maar ik kom eraan. Ik wil zien. Ah. Waar zijn we? Waar zijn we? Dit. Zit de uitgang? Ja. You made it. Ja! You've made it. I hope you like this map. De maker. Para D 0X. En voel je vrij en kijk even rond. And yes, you can TNT it. Nou, zullen we dat maar eens gaan doen dan? Zet wel alle redstone uit, anders gaat het al af zonder dat het de bedoeling is. Zo. Dat zou zeer ongemakkelijk zijn. Ik vrees wat er gaat gebeuren uiteindelijk. Wat dan? Het gaat toch wel af door die redstone. Dat is altijd. Nou goed, we zijn zo bij jullie terug. Met TNT. Hey, hij staat aan, ik heb hem aangezet per ongeluk. Yo. Oh, schade beperkt. De schade is inderdaad beperkt. Nou, dan gaan we weer verder. Het is weer aan! Waarom? Dit keer is de schade niet beperkt. Nou, ja. Dit was het. Moet je kijken hoe snel deze gaat. Dit was het voor vandaag. Ik zou zeggen, allemaal bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.